Wist je dat hout heel veel CO2 kan opslaan? Het is dus een heel duurzaam materiaal. Wij zijn afgereisd naar Malle, waar we nog meer ontdekken over dit mooie materiaal. Hetgeen zich momenteel vooral in de houtsector afspeelt, is de steeds stijgende prijzen. Moeilijke beschikbaarheid van materiaal en het continu moeten bijsturen van de verwachtingen van klanten door het hele Russische boycottverhaal, onder andere naar Berken Multiplex en dergelijke. Op deze moment spelen wij er vooral op in door opportuniteiten te proberen aan te pakken. Dus als er interessante partijen passeren, proberen we ons best te doen om die in te kopen. Daarnaast gaan wij ook vooral kijken om onze stocks wat lager te houden, zodat we op eventuele prijsfluctuaties kunnen inspelen en alternatieven proberen voor te stellen voor onze klanten. Op deze moment proberen wij zowel professioneel als particulier aan te bieden. Dat hoofdzakelijk ons klandizie is professioneel. Wij proberen iets meer naar de particuliere markt toe te groeien. Ook daar is voor onze particuliere klanten de persoonlijke service, analyse van de projecten die ze willen realiseren, een heel belangrijke factor.